FIM Europe Supermono Cup Race 1. Pole voor Lucas Wimmer, voor Jerry van der Bunt en Arie Vos. Maar die miste volledig de startprocedure en moesten achteraan beginnen. We zijn aan boord bij Jozef Vrouwenschuh. We zien Niels Gerritsen. En Jozef die had een bliksemstart geweest hier Jerry van der Bunt te passeren. Maar Lucas Wimmer was er dan daarmee al vandoor. Ja, dat was niet zo prettig voor met name Jerry van der Bunt, want die heeft juist het sleepje nodig van de uitermate snelle Oostenrijker om in het wiel te blijven. Maar Jozef Vrouwenschuh dacht daar anders over. Een prachtig mooie strijd hier in het begin van die allereerste wedstrijd. Maar het was vooral Arie Vos die met de KTM 690, de standaard productiemachine, als een warmmes door de boter, dwars door het veld heen reed in een anderhalve ronde tijd. Waar hij wel direct in het achterwiel van dezelfde Jozef Vrouwenschuh wist te komen. En er een prachtig mooie strijd van is te maken met Jozef. Ja, dat hield in dat het een afgetekende overwinning werd voor Lucas Wimmer. De derde op rij alweer voor Jerry van der Bunt met de 450cc Rotax. Ja, nu zit hij er nog achter. Maar een anderhalve ronde later wist hij hem uiteindelijk te passeren, deze man. Lucas Wimmer, want daar hebben we het over met de Kramer KTM. Bijzonder snelle jongeman uit Oostenrijk. Geen familie van, zeggen we er allemaal netjes erbij. En hij is de man die te kloppen is voor dit komende seizoen. Uitslag dus van de race 1 op de zaterdag. Lucas Wimmer voor Jerry van der Bunt. Arie Vos bij vierde stek voor Jozef Vrouwenschuh. Voor Christian Schmeik, Manny Kerman. Niels Gerritsen. De achtste plek voor Karel Johan. Negende plek voor David Hampton. Dertiende voor Renzo van der Donk. En dat is dan de eerste van de mono's vanuit België vandaan. Die samen met de supermono's hun wedstrijd verreden. Op zondag race 2 nu over. 10 ronden totaal. Alle teams, alle spullen weer voor elkaar. En Arie Vos rijdt wederom mee met de supermono's. Hij wil met de KTM 690 volgend jaar met die 690 Cup een aantal wedstrijden in het programma van de supermono's gaan rijden. En daar diende ook deze deelname voor als test of hij goed mee zou kunnen komen. En dat hij mee kon, dat was hier ook te zien in de start. Want hij pakte brutaalweg de tweede plaats achter Lucas Wimmer. En Jerry van der Bunt met de toch wat lichtere minimotor, de 450cc, moest dan direct weer in de achtervolging. Wist Arie Vos wel snel te passeren en kroop in het achterwiel van Lucas Wimmer. Wat Lucas ook deed, ronde na ronde het tempo omhoog gooien. Het was Jerry van der Bunt die met de lichtere 450 hem continu wist te pareren. Prachtig mooie strijd. Het leek er eventjes op of dat Jerry van der Bunt wellicht deze keer de overwinning af kon gaan snoepen van Lucas Wimmer. Waar het niet dat hij een aantal ronden voor tijd met pech langs de kant kwam te staan. Ja, het was Arie Vos die wederom een prachtig mooi duel had met Jozef Vrouwenschuh. En hij wist dan die tweede plaats in handen te krijgen voor Jozef Vrouwenschuh. Wederom een bijzonder boeiende wedstrijd. Tweede race Supermono op het circuit van Zolder. We zien Lucas Wimmer hier heel sportief. Jerry van der Bunt nog een lift geven. Terug richting het park van mij. Congratulations Lucas. Another wonderful victory, but this time it looked like a long time that Jerry was still in your wheel. Yes, he was. Jerry was right behind me. The pit board says that the 0 second between us and the gap stays the same. And I just tried to push, and I was looking a little bit because I thought he's a little bit playing with me. But yeah, his engine broke down, and yeah, for sure no battle at the end, but I'm happy with the first place. It's what they call a full house, 4 starts, 4 victories. Yeah, it's a full house, right. 100 points, we are very happy about this. Arie, weer een leuk gevecht op de baan zo her en der. Heb je een beetje geamuseerd? Ja, zeker. In de eerste paar ronden ja, kon de jongens de eerste 2 niet bijhouden. Die waren gewoon te snel. Maar toen wacht ik even op de vierde man. Gisteren ook een leuk gevecht mee gehad, dus ik denk dat gaan we vandaag weer doen. Dat is veel gezelliger hè, als alleen rijden. Congratulations. Thank you. Wonderful fight. How was it with Arie on the track? Ja, es ist ein super Fight gewesen. Und Arie ist halt ein Kollege, mit dem man das machen kann. Da ist ein Zentimeter Platz auch noch genug. Dames en heren, mag ik een applaus voor de man op de derde plaats. Start nummer 5, meneer Jozef Vrouwenschuh. Tweede plaats met de KTM 690. Geef een applaus, meneer Arie Vos.
Een full house 4 uit 4 overwinning. All the way from Austria, Mr. Lucas Wimmer.